Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video van Live Life for Horses. Ik ben nu even Rutte aan het logeren, zonder dat ik even rondjes draai. Maar ik ga voor jullie vloggen. Mijn plan vandaag is om dus even Rutte te gaan rijden. Ik ben nu even aan het logeren. En als ik tijd over heb, wil ik nog even met Kamba vrijspringen en met Rausum. Maar ik weet niet of ik daar genoeg tijd voor heb. Het is super lekker weer trouwens, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ja, veel kijkplezier! Trouwens nog even een dingetje. Rut is een vijfganger, dus dat betekent dat hij een telgang heeft. En Rut is dus niet echt alleen maar een vijfganger, want hij telgangt alleen maar. Maar met longeren zo, en aan de hand en zo draast ze. Dus ze kan het wel, maar ik ben dus aan het leren om haar onder het zadel dat te leren, de draf. En dat gaat op zich wel goed, maar soms gebeurt er wel gewoon dat best wel vaak, eigenlijk alleen maar. Dat als zij telgang, dan ga ik gewoon licht rijden. Bij een telgang hoor je eigenlijk alleen maar te gaan doorzitten. Maar ik ga ook gewoon licht rijden, omdat zo leer ik haar aan om te gaan draven. Zodat ik mijn gewicht uit het zadel haal, zodat ze dan een overgang maakt naar de draf. Maar dat gebeurt er dus vaak, dus ik hoef geen kennis van wat er aan gang heeft, want is dat er zo. Dat is de telgang. En ik ben er dus aan het leren om te gaan draven. Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. En ik ga zo meteen even op de rijden. Ik denk wel dat het nu wel goed is geweest met longeren. Zodat ze er even een beetje doorheen zit. Het is een beetje warm. Dus dan ga ik zo meteen rijden. Uitstappen met Rut op de dijk. Ah, oh, love it. Hoe mooi is die hier toch ook. Het is wel echt lekker. Het is de eerste keer dat ik met Rut even alleen buiten ben. Dus, normaal schiet ze er altijd vandoor. Leuk, leuk. Maar ja, het is gewoon lekker. We gaan even een rondje maken. Dan gaan we zeg maar die kant op. Gaan we daar zo heen. En dan gaan we weer helemaal achter eronder. En dan komen we daar weer uit. Dat kon je ook echt goed zien. Maar goed, dat is een beetje het idee. Het rijden ging best wel goed. Ik ben wel trots op me. Nou, ik ben dus klaar met het rijden van Rut. Ik ga nu even de sprong klaarzetten. In het weiland, ik weet niet of je het al ziet. Nou, daar ergens heb ik al balken neergelegd. Nu nog even de staanders. Hier is er één. Daar is er één. Ook even meenemen. Oeh, ik ben uitadem. Ik heb 3 balken tegelijk opgetild. Oké, dit werkt niet. Ik ga zo weer even verder. Maar ja. Nou, ik ben hier samen met Roze. Hij heeft zich zo vies gemaakt. Maar ik ga hem even niet poetsen. Ik heb niet echt veel tijd voor. En bij haar doe je er wel even een uur over. Dus ja. Kijk, het sprongetje staat nu klaar.
kijken of je het goed ziet. Ergens daar zo. Dus ik ga eventjes dat doen. De vrijspringen met Rausum. En misschien de Kamba. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doeg!